Noobs. We hebben hier een spelletje van. Oh, dit klinkt wel heel erg super slecht. Dat gaat niet onze vaste intro worden. Nee, natuurlijk niet. Mooi aim. Dankjewel, hè. We gaan in ieder geval weer beginnen. Yes. Michael vertelt er alleen wat voor lesjes we hebben. We hebben 12 tegen Paul. 6-5. 12 vliegers dit keer. Ik heb 90 punten. Een variatie van een vet Han lijst. Han met trickshots. R2-D2 crew. Kanan Jarrus crew. Engine upgrade. De Millennium Falcon title. En Inertial Damners. Daarnaast vliegt hij met Luke Skywalker. Natuurlijk op de T-65 X-Wing. Met Protorps. Terwijl Proton Torpedo's. R2 Astromech. En de standaard S-Foils. Daartegen vliegt Paul met een Imperial lijstje. Voor het. Niet, ik wou zeggen voor het eerst, maar dat is niet helemaal waar. Nou, hij is er in ieder geval niet heel ervaren mee. Nee. Hij vliegt wel voor het eerst met het eerste schip dat ik op ga noemen. En dat is Soontervel. Op de TIE Interceptor. Daarnaast vliegt hij, die is helemaal naakt en kaal. Daarnaast vliegt hij met... Soontervel is die piloot van de Empire. Ze zijn voornamelijk vrouwen, toch? Soontervel net niet. Nee. Ja, jongens. Daarnaast vliegt hij met Whisper, wat wel een vrouw is. Mijn account is inmiddels eerst. En Whisper, die zit natuurlijk op de TIE Phantom. Ook helemaal kaal, verder niks op. En als laatste vliegt hij met de TIE Defender, met daarin Counters Riot. Wederom, helemaal kaal en naakt. Ik denk dat je hier 5 eerst even moet opzetten, toch? Ik ben bezig met de setup. Het is wel een gastige partij dit, veel goed guest clouds. Yes. Mijn 5e. Is er ook een reden voor jongens dat jullie met guest clouds vliegen dit keer? Evasion. Ja, dat is eigenlijk het hele verhaal. En geen drawbacks eigenlijk. Ja. En geen action. Maar het is, als je kijkt naar Whisper, die met de cloaking gebeuren, plus zo'n ding erbij, hoe wil je die nog raken? Soontervel is gewoon een hele kwetsbare jongen. En dan bedoel ik niet kwetsbaar als in van vertel me over je gevoelens kwetsbaar, maar weinig wel. Nou, dat weet je niet. Ken je goed, hebben we misschien wel een keer met hem gesproken. Wie weet, hij komt misschien wel een stoer over, maar stiekem is hij wel heel klein hartje. Dat zou dus goed, heel goed. Dat weet je niet, nee, ik heb hem nooit ontmoet, nee. Moet ik je gelijk geven. Ja, de lijst die ik tegenover me heb, dat is, ik heb er... tegen gespeeld tijdens onze toernooi in Groningen. En dat ik toen wel gewonnen met een hele andere lijst. Maar het was wel een hele moeilijke partij. Dus yes, we gaan kijken hoe het nu gaat. Deze is lichtelijk aangepast. Die zit de tijd op mij op en is dat. Die had dat onze Rob er ook al, geloof ik. Ja. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Okay. Volgens mij dan. Dit is Rob de Moreza lijstje. Perfect Blinky, oftewel genoemd. Ja, die ook iedereen kent hem als Perfect Blinky, op de zelfs op Eindhoven. Yes, op de Twitch kanaal. Ja, onze stream voor Twitch en de live evenementen. Ik wil even kijken wat mijn dials kunnen hoor, ik heb geen idee eigenlijk. Ze kunnen draaien. Ze kunnen hard gaan geloof ik hè. Ja, dat zijn thuis en ik ga ook... Oké, okay, nou ik kom er wel achter. Maar Twan, vertel ons wat over je hand, wat voor ability heeft hand? Succes jongen. Yes. Mijn hand die heeft zijn eigen ability hè. Dat is... een reroll als je ineens een van de steen bent. Of een debris. Dan moet je ook alles rerollen. Dan moet je alles rerollen. En doe ik even als je aangevallen wordt, recharge die. Ja, zo'n force. Ja, yes, soort van heat, maar dan voor de heat is een trigger na de aanval. Hij voelt de heat wel eens, denk ik. Absoluut, maar de heat die triggert na de aanval en hand triggert voor, ofwel loop triggert voor de aanval. Check. Met een R2 Astromech erop. En een GoPro voor een torpedootje. Oké, ik ben er klaar voor. Nou, mag ik beginnen? Nou, okidoki, de tijd is Vendor. Die gaan we beginnen met de partij. Oh, ja, tijd. Niet zoals vorige keer, dat heb ik niet vergeten. Hey, ben je al weg? Ja, nu al. En deze partij is geloof ik Twan, de first player. Hij zette namelijk zijn hand eerder op. Dan dat Soeter op het veld kwam. Ja, ik heb 190 punten. En hoeveel had jij? 196. Dus ik had
Natuurlijk wil ik dat mijn tegenstander eerder beweegt. Dat is met Soenter zeker wel belangrijk. En die pakt een focus, maar hij pakt gelijk even een spoil. Ja, handig. Misschien wel handig. Ik geloof ook dat je deze veteranenlijst ook wel eens ziet met een aiming naast, of niet? Dat laat van een regeling. Zelf niet gezien, maar... Ja. Ik heb hem met... Was het Arbol? Ja. Wispy. Twee vooruit. Zij, dit is een variatie op de roemrugge veteran. En de vethang. Vet man. En die doet een klokje. Dat is hand naar een avondje flink dineren, denk ik. In vooruit, dat moet ik doen. Nee, ja, past natuurlijk niet. Ja, dat is voorvoorzien. Nee, ja, ze bewegen. Mag ik tegen, hè? Soenter gaat 5 vooruit. Oh, dit is geen voorzichtige Soenter speler. Jawel, ik vind het nog niet. Dus Han heeft zijn arts in de bowtie in stand staan, van links en rechts. En Soenter die IV. Zo. Dat ja, want ik zie schade aankomen anders. Nieuwe ronde. Nieuwe kans. Maar Paul, je bent normaal gesproken geen Imperial speler. Waarom het idee om ineens met Imperial Aces te gaan vliegen? Nou, het punt is, de laatste tijd, ik ben nooit een Aces player geweest, maar de laatste tijd begin ik me wat meer, ik snap de Aces ietsjes beter. Ik zeg niet dat ik goed ben in Aces, maar ik snap het beter en ik wil wat meer oefenen met Aces. En als je over Aces praat, Soenter is toch wel een van de... Heel kwetsbaar, heel voorzichtig vliegen. En dat is iets waar ik voor mezelf mee wil oefenen. Ja. Dus daarom dacht ik, ga eens een keer een Imperial lijstje doen. Zeker. Je bent zover? Ik ben zover. Oké. Twee hart. Gaan we weer naar de movement phase toe. Wat is dit? Een Tide Defender die langzaam gaat dan 3? Ja. Heel veel. Oké. Ons looks. Dus ik ben wacht. Ik kan heel snel krijgen. Geen stress voor. Gaat langzaam weer zo wat gestrest. Ja. De Defender. Voor het eerst gezien en meegespeeld in een jaren 90 game. X-Wing versus TIE Fighter? Nee, dat was TIE Fighter zelf. Was dat toch? Ja. Hele leuke serie. X-Wing Alliance, X-Wing vs. TIE Fighter. Op een gegeven moment werd je uitgezocht door de keizer hemzelf. En Vloe. Er zijn in die game reeks wel meerdere schepen die in X-Wing terechtkomen, geloof ik ook niet. Oh, zeker. De Assault Gunboat was een hele bekende van die serie. Ik zat heel erg naar uit te kijken dat hij kwam. En toen hij kwam, had ik echt zoiets van. Oh. Hij was in 1.0 was hij heel goed. In sommige lijstjes was het echt een goed schip. In 2.0 is hij weer een beetje achtergekomen. Als je hem kent van het spel, dan had ik toch zoiets van. Nou, niet wat ik verwacht had. Maar lach. In het begin van een boost. En in 2.0 was natuurlijk, waren er betere platforms die hetzelfde deden als de Starwing ongeveer. Zowel de TIE Punisher en de TIE Bomber. Zo. Oké. 2.0. 3. Dat was een beetje South Park. Wat? South Park? Nee. Was het niet de principal van de school die dat zo moet kijken? En dan ga ik hier kijken, wat? Vector. Ik doe een barrel roll. Nieuwe barrel roll! Maar dat kan. Ik denk niet om dat te doen. Yes! Oké! Ik
engagement phase, zullen we schoon zijn. De players denken van iets, of toch wel, gaan ze testen. Nee. Nee, geen schoon. Back to dials. Back to reality. Back to dials. Ja, die ook. Een beetje achtergrondmuziek. We hebben een beetje een tanky lijst tegen een glass cannon lijst. En ik vind het nu al niet leuk hoe het eruit ziet. Wat? Nou, mijn Soentri wordt wel een beetje in nauw gedreven. Zelf gedaan natuurlijk. Laten we het onervarenheid noemen. Ja, je bent een beetje wat meer de aces gaan leren vliegen door wat de delta's? Of was het daarvoor al een beetje? Delt me eerder wedge al een beetje. Voor de mensen die mij niet zo goed kennen, ik ben een rebel speler. Vanaf het begin al. Rebels. Yes. The one of these come. Even niet afzijden, ik ben bezig, ik ben aan het denken. Maar blijf gesproken, moet je wat drinken hebben. Ja, nee. Het zal niet aan nog, hè? Ik heb nog een flesje cola uit al of zo? Jo. Maar goed. Het is natuurlijk wel zo. Millennium Falcon, maar heel cool. Is dat niet een beetje het meest iconische schip uit de Star Wars, denk ik, jullie? Waarschijnlijk wel. Ik denk dat als vele mensen die Star Wars niet kennen, dat ze toch de Millennium Falcon nog wel een van de schepen zijn die ze dan wel kennen. Ja, dat denk ik ook. En natuurlijk de standaard TIE Fighters, wellicht misschien. Ik heb natuurlijk de Han Solo. Ja? Ja. Proost. Nou, wat ga ik hier doen? Ik ga eerst die kloken. Dat moet eerst toch? Dat ja. Dat is de eerste. System phase. Ik ga eerst die kloken. Ja, sorry. Wacht, zal die doen van die twee? Boosten, twee. Barrel rollen. Ik boost. Ik noem op die opera. Maar dan. Al in niks meer. Hier zo. En nu gaat deze. Ja, dat is counterstier. Eens langs. Nog steeds langzaam. Nog steeds langzaam. Het was de Defender was in de 1.0 best nog wel een goed schip. Je ziet ze niet zoveel meer in 2.0. Zou dat de punten zijn, denk je? Nou, dat denk ik wel. Dat is heel erg duur. Wat is de Riot is het duurste met 88? Die kan maximaal 3 erin hebben. Nee, twee. Wat zeg je? Ik ben net niet 3 erin hebben. Turnlock. Dus ik denk dat ze zo'n beetje 80 zijn. Deze is een dikke 80, ja. Geloof ik wel. Counts Riot is 84. Ik hoop het. Ja. Net zoals genomen voor het extra dice. In de aanval. En dan. De engagement wordt opgezet door Noeg. Ja. Ja. Kijken of je een head-on kan krijgen met Zoenter. Wat gaat je Whisper doen? Whisper to you. No. Wow, past. Instant token. En wat kon Whisper? Hij kan niet weten. Hij is gediepeld. Dan krijgt hij nog een IV. De IV token. Dat is. Hij is geïnveed, ja, dan krijgt hij dat. Dan krijgt hij sowieso al. Diepeld token had een IV token gekomen. En dan doet hij ook nog wat. Een actie van het een of ander. Door wie heb ik nou Phantom of the Opera in mijn hoofd? Wie? Mij. Door jou. Ik ben altijd slecht in op jou van deze ballen weet je.
Ja, ik focus. Ik hoor Imperial players nu al roepen, doe dit nou niet zo. Oké, dan gaan we deze doen. Wie heeft haar zou zeggen? Fool! A pretty fool. Ik geloof dat iemand zoenter in de wereld mag. Heb ik zo'n gevoel. Ik pak een idee. De target op, ik sta hier ook. Ja. Check. Oké, dan gaat zoenter 5 vooruit. Oh yeah. Het leuke hiervan is inderdaad, je kunt een dubbele iets doen. Dus ik begin met een battle roll, denk ik. En als ik nu ga boosten, ben ik bang dat ik net niet pas. Dus dan kan ik beter het veiligen voor het... ik ga een battle roll nemen. Yes, daar, links toe, in ieder geval. Want de arc staat die kant op, dus als ik nu naar voren boost, heb ik daar geen last van. Correct. Dat is juist. Zo, Zoenter staat voor deze ronde veilig. Whisper iets minder. Goed. Jouw 6. Mijn 6 kan niks. Dat is mijn 6? Ja, die kan wel wat. Unobstructed. Een beetje jammer. Range 1. Range 1 unobstructed god. Staat ook binnen range 1 van een obstacle, dus hij heeft een reroll ability. Dit is gemiddeld. Ja, gemiddeld, dat krijg je niet. Ik gebruik een ability. Dus minder dan gemiddeld? Nee. Dus nog maar 1. Dan laat hij het zo. Ik gebruik mijn evade token. Dan is het evade. Oké. Okay. Kun je niet meer kloken, hè? Die ben je nodig. Dus dat kun je niet krediet wel, dat kun je niet kloken. Wat met de navel. Ja, focus eigenlijk gebruikt. Oké. Ik gok het erop. Oké. Dan is mijn. Dat is mijn tijd. Ja, maar die kan niks. Nee. Had ik al lang gezien. Dus gaat Whisper aanvallen. Ik denk dat nu Imperial Play wel aan het zetten. Sukkel. Ja, ik kan mijn focus niet gebruiken, dus ik had hem. Maar goed, hit het crits. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk ook de reden dat je Whisper wel vaak ziet met Duke. Ik gebruik mijn Force. Mm-hmm. Oké, dan. Ja, goed, dus hit crits. Twee shieldjes. Meneer achter de computer, twee shieldjes. Twee shieldjes van hand af. En dan gaat. Boop, bloop, counters op range 3. Door een. Slubberding. Hit, hit, crit. Ik mag met 3 tegen voor mij. Ja. Van zichzelf, range 3. Door de stem. Ja. Dus de 1 blanco naar de 2 daar. 1, 3. Ik heb nog een evade, dus 2 evades, dus 1 schildje. 1 schildje, dan zit Han nu op 2 schulden of over. Back to the house. Je moet hem niet steeds al andere YouTube kanaal promoten met Back to the House. Ja, doet een andere dat ook? Daar is een YouTube kanaal dat heet Back to the House. Ah, oké. Okay. Ik kom dus doe niet veel uit, maar een grotere toernooi dan ze als, als we reclame maken, is het volop de ronde. Tot de moree. Aanvullen Perfect Blinky. Perfect Blinky. Hashtag Perfect Blinky. De YouTuber
streamer van Nederland natuurlijk. Vooral Twitch. Ja, Twitch, daar is hij. Hij is de Nederlandse first earth. Ja, de goalscorer. De goalscorer van de Nederlanders. Ik zie nu ineens de after performance attack dat hits Game 1 Evict ook. Dat wist ik niet. Okay. Te laat. Ja? Dan is die ingeruild voor toch zo'n ding. Beter met de pan. Het scheelt dat het casual is, dames en heren. Het scheelt dat het casual is. Zijn er nog wat dingen te vergeten? Twan strijkt over zijn hartje. Ja, voor een keer. Dat gebeurt niet snel trouwens. Zo'n houten hart. Ik weet nog wel dat het afgelopen donderdag heel anders ging. Republic. Waarom vlieg je dan niet met een Republic? Robert? Dat soort dingen uitbrengen. Ja, dat is wel. Ja. Dat is de kansen. Ja. Ik vind het goed zo. Ja? Ga je die nog eens spelen? Nee. Nou, laten we die maar wegzetten. Gaan we gewoon. Ik denk ook niet dat je dat goed hoort, trouwens. Nee. Goed. Ja? Deze? Die kloot? Mm-hmm. Kan je niet weten, hè? Maar weet je. Ja. Ja, nu heb ik het door. Ja, ik, ja. Twee van de drie schepen die waar Paul mee vliegt, kun je goede talent juke opzetten. Ja, Counter Strike Assist, drie hard. Weer wezen, joh. Is een 3 speed niet over de gas cloud heen, dus gaat de Proctor built-in ship ability. Oh, dat krijgt ook niet weer. Yes. Ja, ik ken mijn schepen heel goed hoor. En ik doe een boost. Dames en heren, een Imperial Noob, zo te zeggen. Ja, best wel. Dat mag ook duidelijk zijn dat dat zo is. Ja. We zullen horen van hem ook nog een stuk professioneler worden, maar ik met de dag. Net een dag. De Marrow. Is zo? Ja. You. Whisper. Nog drie hearts. Weer wezen, jongens. Heeft hij al? Nee, wat kan hij nog meer? Maar hij heeft geen boost. Oh. Maar vinden jullie het wel een hele goede verbetering van 2.0 naar, van 1.0 naar 2.0? Of zeg je, nou, maakt voor mij niet zoveel verschil. 100% verbetering. Alleen al het toevoegen van de Force. Daar heb ik al zoiets van, dat was een geweldige zet. Ja, dat kon dan eigenlijk bij 1.0 niet meer. Nee, klopt. Maar 2.0 of 1.0, dat was inderdaad het zichzelf kapot gemodificeerd en te beperkt ingesteld in het begin. Ja. Het was natuurlijk ook niet bekend dat het een succes zou worden. Ook drie harten trouwens. Het succes dat het is geworden was voor hen niet bekend. Nee, het was een oefening natuurlijk, hè. Yes. En dan doet hij een barrelroll die kant op. Ofwel naar links, voor de mensen die de beweging niet goed zagen. Ja, dat is veel mogelijk naar achteren, denk ik. Even kijken hoor. Ja. Zo. En, ik heb target opgenomen. Ja. Ja, hou ik het bij. Zo'n weinig schone gevuur worden misschien in handen op een schot. Nee. Ja hoor. Range 3. Dus, 2 van zichzelf, 2 vanwege cloak en 1 vanwege afstand. Expandeer 1 force. Er zitten 2 IV's tussen, plus ik heb nog een IV, maar die heb ik nodig, dus IV. No damage. Nou, we vliegen lekker bij elkaar langs. Het was minder bloedig engagement als dat naar leek de eerste keer dat jullie op elkaar aanlopen.
Tactical Retreat. Het is natuurlijk ook wel goed dat zij dat ergens die als nodig is de punten kunnen veranderen. Om het spel toch wel balanced te houden. Ja, geen power creeps meer. Nee. Nice dominerende. Soms doen ze wel met punten, dan gaat het wel ineens zo hard omlaag met sommige kaarten die dan ineens juist heel veel gespeeld worden. Leia bijvoorbeeld. Die had ook 5 punten kunnen zijn. Van 10 naar 2. En dan heb je die Contraband, geloof ik. Die, welke is het? Contraband Sarkar Nellis, ja. Ja, die doet van eigenlijk hetzelfde, maar om 1 schip en die is 5 punten. En Leia doet het op alle schepen en is 2. Ja. Je moet je natuurlijk ook het verschil houden tussen Scum en Rebels, dat voordelen hier en daar maar, zijn. Ja, als je kijkt naar, we krijgen straks in juli weer een point change, denk ik. Ja. Juli, augustus. Dan zullen de Whispers of de Phantoms wel weer wat ietsje duurder worden. Zodat je daar die zijn toch wel niet meer. Zijn natuurlijk wel lijst dominerende. Maar toch pakken ze niet zoveel toernooien. Jij bent klaar met je Dels? Ja. Dan neem ik deze in voor een Boosty Boost. See what? Boosty Boost dus. Wat? Zoals Paul dat zou doen. Ja, absoluut. Maar dan met een overstemming. Ja, Countess. 5 en dan maakt hij een K van. Omdat het kan. Dat is wat Countess wel goed kan. Dat weet ik nog. Niet in vergelijking met 1.0 is het geen groene. Nee, maar groen bestaat niet meer. Het is blauw. Ja, blauw. Het is geen ontstressende manoeuvre, om het zo te zeggen. Maar de manoeuvre wordt nu 1 difficulty gaat hier omhoog. Oftewel, het gaat van een blauwe naar een witte manoeuvre. Boost of een bell roll. Wat prachtig. Dan gaat Wispy een 3K, een 5 durf of een 4, dat is van de 3K niet meer, tot 2 vooruit gegaan. Ik heb ook nog gemak gepast, zoals ik denk. Jawel. Jij hebt sowieso een IV'd, hè? Ik ben ja, een 3 groot. Het is wel dat je maar gewoon vertellen. Ja. Dat is voor iedereen leren. Maar hij staat ook game, dus het is een soort van mandatory, denk ik dan. Ja, er staat geen you may, dus het is when you do it, you gain, dus dat moet wel. Je hebt gedaan, Soenter gaat 5 vooruit. Waar ben je allemaal mee bezig? Soenter goes bye bye. Je bent echt een hele bord open geweest nu. Ja. Soenter goes bye bye. Misa goes bye bye. Ik heb de target ook al. Kom maar. Bell roll die kant op, en dan zover mogelijk naar achter. Ja, wat jij doet. Naar achteren. En dan een boostie. Boost. Weg vooruit. Nee, naar binnen. Wandel, everything is prima what to do. Dan broek was de luxe. Ja, daar vol op achtergrond. Dames en heren. Kruimen weer voor die. Nu ben je dus gestrest. Ja. Gaat dan die cloak actie, werkt dat dan wel of niet? Het is geen actie toch? Of wel? Het is iets wat je in je dienst doet. Nou, kijk de kaart even. Je cloak. Nee, mijn cloak staat daar niet in, dat is geen kaart. Wat zegt de kaart? Staat gewoon, je may spend one evade token to gain one cloak token. Hij heeft een token. Ja, nee, maar het gaat met geen actie. De cloak is ook geen actie, geloof ik. Nee. Want acties, dat gaat. Sorry. Dat kan. Ja. Want zijn sommige schepen, zoals hè, de TIE Striker en zo, als ze gestrest zijn, dan gaat die beweging, boost van hun, gaat dat niet door. Sorry voor mijn gebrek aan kennis, dat ik nu niet zo parate kennis, dat ik zo niet ineens weet hoe dat ook weer heet. Elorons. Wat waren ze? Elorons. En adaptive, ja, die andere is advanced soft, want dan was dit zo weer 1-0 voor de speech. De adaptive ailerons. Ja, ik ben heel hard aan het nadenken. Nee, ik heb geen idee wat ik moet doen. Hoor het graag. Ik wil zeggen, als jullie horen wat zo kraakt als het valt die nadenkt,
gebeurt niet heel vaak. Zijn eigen woorden bij knikken stemmen toe. Ja. Yeah. Leuk hoor. Ik ook van jullie. But, some friendly banter. We kunnen. Oh ja, dat is. En dat is dit thuis aan de spraak. Maar wat was jouw favoriete scumship dan? Mijn favoriete scumship. In 1.0 was dat niet zoals dat iedereen dacht. Om dezelfde reden als iedereen dacht, maar dat vond ik de Punishing One. De Jumpmaster. Niet zozeer omdat hij zo overpowered was, maar gewoon het hele idee van het schip. En eigenlijk vooral de pilot Dengar, gewoon dat hele ability, dat plagt mij wel. De aggressive begin, dat is een beetje mijn manier van spelen. Mijn 2.0 favoriete schip, dat moet ik toch wel zeggen dat het begon met de Firestrike. Die vliegt ook gewoon goed. Dat is het reden dat je niet heel veel ziet. Boba Fett, is zeker. Het heeft niks te maken dat het helemaal overpowered was, maar dat is een Jumpmaster. Iemand is ook leuk, absoluut. Ja. Maar goed, Skirk is ook eigenlijk vanaf dat hij uitkwam al een van mijn favoriete schepen geweest. En is nu weer gewoon goed. Ja. Maar al niet zo denigrerend goed zoals dat de Captain Nim samen met bijvoorbeeld de Miranda lijst uit 1.0 onder. Dan begint Countess Riot met een. Het zijn volgens goede schepen. Ja. Die zie tegenwoordig, vooral de logs die meer vlogen dan een ding was. Onder andere. Krijg je sowieso zo'n ding? Dat is een vergelijkbare lijst met jou. De draglog-lijst met Drea en 3 logs. En als actie een focus. Je hebt ze natuurlijk in het begin ook gehad met quadjumpers. Drea. Ja, dat quadjumpers en. Tot de quadjumpers genervd werden. Duurder werden. Ja, klopt. Dat waren ze eigenlijk het niet meer waard. Want volgens mij konden we met Drea 6 quadjumpers vliegen. Klopt. En soms had jij er ook nog wel de escape craft bij. Mm-hmm. Die gewoon dan met de L3 37 pilot erop. Niet dat die hield met Drea's ability, maar voor de extra actie tussendoor. Ik twijfel. Die klopt niet. Maar in ieder geval, dus om de vraag terug te stellen, wat is jullie favoriete schip überhaupt in de einde? Want jullie vliegen meer facties dan dat ik dat doe. Ik vlieg elke factie. Maar of het nou echt niet favoriet is. Nou, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Kijk, de Tarkin. Ik ben wel heel erg van Boba Fett. Dat is gewoon leuk. Maar het is ook een beetje de arrow ability wat breed in de, erin. En daar ben je ook wel een beetje schuld aan. Ik ben ook een agressieve speler. Ja. Is niet altijd. Het pakt niet altijd goed uit. Maar het is wel leuk. Dat is wel leuk. En Paul, dat is een beetje jouw favoriete schip. Weet natuurlijk in 1.0 dat Rey. Op de Velkeer wel echt eigenlijk stiekem jouw favoriet was, maar... Rey was gewoon mijn vriendinnetje. Dat bedoel ik, was wel je favoriet, maar... Als ik mijn ogen dicht deed, dan zag ik Rey voor me staan. Dat wordt nu een beetje creepy, maar doe. Ja, pas op YouTube. Momenteel ben ik heel erg fan van de Delta. Ik noem het zelf mini-pose, van Poe Dameron met de Essos closed position. Je hebt zoveel beweging, en dat hebben die ook. Die heerlijk. En daar kun je drie van vliegen. En voorkomen in. Ja. En ook de abilities van die Delta's. Is dat het dit wat het je doet? Of meer de pilot abilities maakt voor jou niet veel uit? Mag ik even nadenken, jongen? Hé, heb je klep hier graag? Die is hier, hoor. Echte man kan geen twee dingen tegelijk. Nou, dat bedoel ik aan. Ik ben wel een echte man. Totdat hij dat deed, toen ging hij echt een mannelijkheid een klein beetje af. Zo. In koekeloorden. Ik doe nog even een boost. Ja, boost.
toch nog even proberen te arc-dodgen bij Lou. Ja, die raket die heb ik liever niet op een zoomtje. Dat vind ik een beetje vervelend. Ja, nee, dat snap ik. Dus ik denk dat dit leuker staat. Ja. Dan is jouw 6 eerst. Die kan niks. Nee, die kan gewoon niks. Oh, goed, deze god is hier. Wat jammer. Jouw 6. Mijn 6. Ik denk ik wel iets. Is het door een steen? Ja, door een steen. Deze 3 door een steen. Nee, niemand is een. Is een volle arc, dus zijn ability gaat niet af. Niks. Goed zo. Is jouw look eerst? Prins. Prins 2. En 2 schots. De 1 is naar de kop kan schieten. Ja. 3 dice. Een force. Voor een hit crit. Hit crit. En focus voor 2 wits. Geen damage op deze beurt. Tot nu toe. Dan gaat Whisper. Ook op Luke dan maar, denk ik. Krijg ik een force terug? Ik denk ik hoor, ik ben nog aan het denken. Ik krijg geen force terug. Deze kan ik terug doen. Die heb ik al wel wat. Ik mag gewoon damage of range kijken natuurlijk. Dus 2, die heeft 3, die heeft anders 2, maar die heeft ook al een evade gebeuren erbij. Ik ga toch op de Falcon. Oké. De Falcon wordt down. 2 dice. Hit crit. Hit crit op hand. 1 force pak ik. 1 force, ja. Oké dan. No damage. Dan gaat Countess Riot nog even kijken. Die kan alleen op Luke, range 3. Focus voor hit crit. IVDV is 1 shield op Luke. Ja, ik heb een force terug. 1 shield op Luke. Kijk hoor, of ik deze neem of niet. Deze gaat in ieder geval af. We hebben nog een kleine 41 minuten over in de ronde. Er zijn in totaal 2 aanvalrondes geweest, voor de rest is het veel om elkaar heen vliegen. Maar wat is trouwens leuk om te spelen? Extended of Hyperspace? Ja, ik vind het principe van 2 verschillende manieren van spelen vind ik een goed idee. Dat houden we sowieso een variatie. Ik vind het zeker voor, omdat je ook beginners hebt natuurlijk, mensen die nog niet zo geïnvesteerd zijn, die niet veel vanaf 1.0 bezig zijn, vind ik het een goed plan. En je hebt een rotation mee. Maar ik vind het zelf leuker om extended te doen. Je hebt wat meer keuze. Maar dat is, ja, dat zeg ik, ik speel het al wat langer ondertussen, dus dan is het voor mij ook makkelijk om te zeggen. Ik vind het ook wel leuk dat je een zeg maar, 2 soorten meta's hebt. Je hebt variatie erin, omdat je natuurlijk in hyperspace minder vliegt als dat jij in extended kan vliegen, heb je dus een beperktere ship pool, om het maar zo te zeggen, om uit te kiezen, waardoor je dus hele andere keuzes moet maken. En dat, ik heb geen voorkeur voor één of de ander, maar ik vind het idee van meerdere... Ik kijk even snel waar ik het gedaan met deze. Ja. Meerdere wijzes van vliegen vind ik wel leuk. Meer. Gewoon het idee. Ik heb geen favoriet. Beide heeft wel iets. En hij een babbel rol en hij die geeka. En dan is natuurlijk hyperspace, dus op de duur is het natuurlijk iets minder als dat ver verwijderd van extended dan nu. Want er komen steeds meer schepen opnieuw worden uitgebracht. Die komen dan ook in hyperspace. En al wat nieuw is, zit er direct in. Dus dat, op een gegeven moment is natuurlijk het verschil in hyperspace en extended een stuk kleiner. Je moet een keuze maken. Ja.
Zo? Ik geloof ook niet dat wij de enige club zijn die in Nederland ook iets met YouTube doet. YouTube wel, geloof ik, maar er is nog wel de Dom Squad, geloof ik. Die heeft een eigen podcast. Die heeft eigen podcast. Ja, dat zet ze ook uit op YouTube. Op elkaar deze YouTube. Heeft gedecloopt, dus die en die neemt het focus. Maar daar wordt niet ingespeeld. Nee, dat is puur gepraat. Dat is echt een podcast. Ook leuk. Jelte doet het hartstikke leuk. Nou, absoluut. Met Toon, volgens mij. Ja, Toon ken ik niet zo goed. Twee keer de Toon en... Toon ken ik niet zo goed. Ik ook niet hoor. Jelte ken ik wel goed. Ja. Veel tegengekomen op de nooit. Maar je ziet dat het streamen en dergelijke over X-Wing in Nederland dus ook steeds meer opkomen. Ja. Dankelijk, gaat daar naartoe. Soenteer. Twee hart. Ik hoop dat dit leuk uitkomt. Bang dat ik een hartje gemaakt heb. Maar nee, het komt leuk uit. Bye bye, Luc. Nou, ik denk dat Boosty uitdoet zijn hart gaat. Ik denk dat ik in naam van Boosty, anders is het een loop die ik voor mijn bakjes heb. En. Even kijken, als ik een bellroll doe. Hieruit, dan heb ik jou nog wel in de hart, ja, mij niet. Vlieg de volgende ronde wel door een Fluffy Cloud heen, maar dat is niet zo'n heel erg. Een bonen cloud. Ja. En als ik een boost doe, dan heb ik jou niet meer in de hart. Ik jou ook niet. Nee, dan heb ik die niet meer in de hart bedoeld. Oh. En daar zit nu even naar te kijken. Als ik een, nee, nou. Dan heb ik niet meer een arc. Dus ik doe een barrel roll. Dan heb ik ook niet in de bol zijn, maar dat is niet zo lekker. Dat was mijn bewegen. Ja, en actie. Ik had natuurlijk ook gewoon focus kunnen nemen en daarna nog een bellrol. Maar goed, ja. Oké, ja. Jan 6 is de eerste. Oh ja, uiteraard. Ja, reeds eens vol, hè? Ja, op Whisper. Op Whisper. It's outstime. Ja, laten we gewoon op Whisper doen. Dus 4 dice. Uh-huh. Pak de taartblok. Mm-hmm. 3 crits. 3 crits. Nou, dus sowieso iets wat doorgaat. Keuzes. Ja. Ik gebruik ze allebei. Oké. 1 crits. 1 shoot. Dus 1 shoot damage van Whisper. Nou, heb ik die staan. Pink. I can't stay with you. Goed, dan gaat Soenteer. Ja. Op deze jongen. Range 2 is dat. Ja. 3 dice. Oh, dat zakt het. 1 hit. Hier kan ik iets maken. En je weet. Goed. Look kan niks. Nee. Whisper. Die heeft jou nog net een hart, denk ik. Nou. Nee, niet, geloof ik. Ben ik bang. Nee, gaat hem langs. Dus op Loek. 1-1. Ik krijg een horstus. Shoot. Crit. Crit? Nou, kan ik hebben. Crit. 1 shield en 1 crit. Ai. 1 shield, able power regulator. Hoeveel? Disable power regulator? Yes. Before you engage, came 1 ion. En dan heeft hij dus nog 3 hal over. Range 1 schot. Op de Falcon. Ja. 3 hits. 1 evade. Dus 2 hits. Op de Falcon. 2. Shields zijn eraf ondertussen. Ja, geen shields meer op de Falcon. Geen shields meer op de Falcon. Plonk. En dat was hem, hè?
Ten Hanlijst wordt is er redelijk ingedund in de tussentijd. Aardig wat deukjes ingemaakt. Ja, maar nu komt de Fat Han pas echt tot zijn recht. Hij gaat nu heel erg vervelend doen. Hij heeft geen schuld. En je hebt een Luke Skywalker die als raketten nog heeft. Ook heel vervelend kan zijn daarmee. Je bellenrol was goed van je Riot. Uiteindelijk, ja. Ik had zelf met hem geboost trouwens, met Smoothie. Dat je achteraan komt, denk ik wel. Boost, want je had hem altijd nog wel een schot gehad. Ook met een bandboost. Ik denk niet dat ik dat kan doen. Dan is het nog altijd, nu heb je straks een beurt dat je geen acties met Smoothie kan doen. Okay. En Smoothie zonder token. Maar dat lijkt me niet zo af, jong. Nou, als je positief bent, dan mag je doorpraten, maar negatief, dan gaat het niet zo af. Maar Soeter van de tokens, die voelt zich wel heel prettig bij. Voelt zich er niet prettig bij. Ik was sarcasm. Ja? Oké. I don't get it. What's this sarcasm you talk about? I'm trying to say something negative in a positive way. Hoe had ik toch verkeerd? Ja, dat was die. Oh, power. Ja, met deze. Ja, met die, ja. En wat heb jij gedaan? Ja, dat klopt. Ja. Oké, nee, klopt niet. Ja. Ik kan niet die kloken, want ik heb die gekloot. Dus jouw vier is van? Mijn vier weer. Drie vooruit, en dan wordt een... Weet je wat? Een drukke. Een 3K Koyogram turn, geloof ik. Koyogram turn, geloof ik. Volledig uitgesproken. Zoom. Is dat Dr. Dre hier in de hoofd? Zoom is toch van die auto? Auto reclame ergens zo? Nee, een IV krijg ik. En een coach neem ik. Boes. Vier. Zeg, misschien krijg je die IV niet, dat is een IV actie. Ik krijg hem. Ik krijg een schild terug. Dan ben ik mij nu ineens. Charge op je Astromech. Ja. Ben ik mij nu ineens dat ik iets doms heb gedaan. Ik zit mezelf in de weg. Met een whisper doe ik een 3 hard. Wie staat daar? Aha, oeps. Riado. Dat komt mooi uit. Ja, nou niet echt, nee. Ja, ik vind deze charge mooier dan die blikken ding. Deze charge over vind ik echt niet zo. Ik vind het wisselgeld muntjes vind ik sowieso niet. Weet je waar ik die aan doe denk aan de kermis bijvoorbeeld? Oeps! Die slide de auto wasstraat muntje. Yes. Ja. Dat was niet allemaal niet, hè? Nee. Niet echt. Wat anders nog gedaan? Ja, uiteindelijk wel. Op de zin. Yes. Het is een unmodified shot voor jou zometeen, dat scheelt. Ik kan niet doen. Dus deze gaat ook even een 3 hard. Wat kan? Vind je nou weer? Nou, geen acties, want bol. Mm-hmm. Oké. Okay, zal ik maar beginnen? Hani boy. Range 2. Range 2. 3 doys. 2 doys. 3 focus. Nou, ik spendeer 1 force, denk ik dan maar. Hij mag rerollen, toch? Ik mag alles rerollen, ja, uiteraard. Hou stil, jong! 1 force. Is 2 doys. Twee hits op El Whisper. Gewoon hits, hè? Ja. Dus die is dus, en de eerste damage. Dus 1 shield en 1 hull. Zo. Goed. Dan gaat... Dankjewel, Michael. Yo. Ja. Om het commentaar te geven, niet advies.
Ik doe beide. Nee. Alleen maar Broek. Die wel. 1-3. Focus. Voor 3. Voor hit en een crit. Een force. Ja. Dus voor 1 schild weer. 1 schild eraf. Oké. Ja. 1 schild van Loekje. 1 schild van Loekje. Hij had een schild erbij, die is eraf. Ik heb het er niet bij gedaan en nu doe ik hem er niet af. Best wel lastig als je je spel volgt, denk ik, moet ook de gelijke computer erbij doen. Dat is iets waar je aan moet letten. Ja, dat klopt. Loek is trouwens gehaald, want hij heeft wel niet kunnen aanvallen, maar hij is wel. Dus die gaat niet engaged, dus ja. Hij krijgt wel eens mijn eiland, dus ja, ik help ook op die manier mee. Dus hij is geëiland. Geionized. Oh nee, technisch gezien. Oh wel. Daar kwam Soenter nog aardig onbeschadigd vanaf deze ronde. Ja. Zelfs zonder trouwens. Soenter die stond hier ook. Dat bedoel ik, maar wij stonden normaal gesproken Soenter zonder token, dus dit is geen happy Soenter. Nee, maar dat had ik door, hè? Want, Nee, pro-blaze. Soenter. And Whisper, what is going to do the Whisper? Not much. Back in homeland, we talk about Whisper. Nee. Paul is, zoals jullie horen, onze eigen The Voice. Mijn 4 mag eerst. Yes. Mijn 4 doet een 3 vrouw. Oh, gaat voor de keel. Oh, ik. Deze en die. Loek, 1 vooruit. 1 blauw vooruit. En mag alleen focus de actie doen. Doet hij. Ja. Whisper. 3 vrouwen. En die doet als actie een klokkie. 2. En Soentier gaat stress pakken. Ah. Met een sloepie sloep. Soep de soep. 25 minuten left in the round. En hoe staat het wat punten betreft? Wat punten betreft, Paul staat voor met 39 tegen 27 punten. Oh, afvallend. Nee. Goed, jouw 6 gaat als eerst. Ja. Dus even kijken, wat voor range zit dit? Nu een range 2 is? Ja, dan gaat het door een... Ja, gaat door een steen heen. Ja. Dus trick shot, trick het ook. Oké. Dus ik heb 3, 4. 4 dice tegen 4 dice. Best handig ability. Blank, focus, crit. En de focus wordt gespendeerd. Hit, crit. Had ik ook gedaan. Ja. En 3 evades plus een... dus niks. Almost nutties! Goed. Deze twee jongens die kunnen niks. Nee. Counters gaat wel. Ook ons looks. Range 2. 1 hit maar. Dat is niet wel. Want de target lock heb ik niet anders. Oké. Jammer. Geen schade deze ronde. Die crit is trouwens weer weg, dus die kan weer wegleggen. Dus
nog best lastig als je dat wil bijhouden en dit wil bijhouden. Als je niet gewend bent. Ik ben heel erg aan het kijken hoe jullie doen en dat ging. Nou, je mag straks weer spelen. Volgende week mag je weer spelen. Volgende rol. Breken jullie de fourth wall niet al heel hier? Breken jullie de fourth wall niet meer? Fourth wall? Ja, vierde muur, dat is een toneel. Dat is, in het toneel heb je de, waar het publiek zit. Yeah. Daar zult doen de spelers alsof daar een muur is. De fourth wall. Oh. En als je zoals Deadpool hebt. Mm-hmm. Deadpool praat ook tegen het publiek. Die doorbreekt die vierde muur. Oh, dat is breaking the fourth wall. Dus je kunt hier best zeggen van, god, we recorden meerdere afleveringen in één keer. Wat doen wij dat? Nee, ja, komt dat nou? Oh, we hebben niet elke tijd weet. Wat weet? We hebben altijd recht voor deze week. Je moet tijd maken voor. Absoluut. Dat is het belangrijk in het leven. Dat kan onder ook bij mij mee, hè? Bij mij dat hij dit meedoet die bij mij thuis niet zet. Pak je nemesis. Dan gaan we nemesis op YouTube doen. Alleen werkt dit hele systeem niet, maar... Oh wel, bij Jaak. Dan doe je gewoon een let's play. Dan doe je... Yeah. Stream je gewoon. Pas dat voor in punten zeker? Ja, daarom is je ook... Ja, dan doe je zo traag. Hoeveel heb je eigenlijk per dag? Een minuut of drie? Nee. Ja. Ik ben al lang zover. Ja, ga je gang. Ja, nou Whisper die klopt niet. Niet? Nu. Oké. Dus Princess Riot. Ik noem nu gewoon Princess. Die klopt niet, dus dat geeft verplichting. Nee. Die klopt wel. Nee. Dank. Die klopt is een keuze. Maar die moet die keuze wel van tevoren maken. Zie, ik ben ook geen Whisper speler. Zal leer je nog eens wat nieuws? Nou, die weet krijgt hij. Ja. Dan. Doet hij ook wat. Deze zo gaat. Misschien verstandig wel. Ja. Maar je hebt Tarklok op iemand anders. Waar ligt die Tarklok? Nee, hij heeft geen target op. Nee, hij kan geen target opnemen. Dus de raket hoef ik niet bang te zijn. Nou, dat is vanavond toch niet. Zo, oh, jij bent eerst. Ja. Whispy. Whispy. Three hearts. Zoom. En Zoom doet iets. In de lijn van een focus. Nu weer. Dan moeten we natuurlijk als een lijst, dan natuurlijk hè, jouw delta lijst, maar als de lijst van ons maken. En dan moeten we daar allemaal een keer mee gevlogen hebben. Ik met delta. Je weet. Zoomteren. Triflo. En dan je hebt precies een soort van kel geleden. Oeps. Zo. Oké, middere schoten op Riaas. We beginnen eens range 1 schot. Yep. Force. Hit it, crit. Gebruik ze wat bij. Voor allemaal die weet. Oké. Dan ben ik 2 schot. Van Luc. Hit crit. Hit crit. Die weet. 1, dus 1 shield eraf. Van Countess. Jezus,
Stana Blow! Je hebt een pre-shield, hè? Yes. Ja, die heeft nu nog drie. Ja, goed, dan. Counters. Point blank. Hit crit. Ik weet het, sowieso. Eén crit. Eén crit op man. Oké, dan einde van de things. Dan moet je ze een crit pakken. Ja, ik pak hem een crit. Nee, ze een crit pakken. Roll bridge. Oké. Oké, dan Arthur. Ik krijg een shield er weer bij. Zonder probleem. Hand plus één shield. Yes. Hesselbeck heeft al één charge gespend, oh, dat kan ik niet eens Je kunt via je programma kun je inderdaad charges en force en dergelijke laten zien. Ik heb het eraf gezet, want ik vind dat het een beetje te vol wordt. En omdat ik het meestal zelf doe, dan is het nog veel te veel dingen die ik moet klikken. En ik ben lui. Lazy boy. Nee, dat is een stoel. Dat is wel. Oké. Jo? Ja? Ik die klopt niet. Oké. Okay. Right. Right. Vijf. Oké. Okay. Je weet, krijgt hij gratis en we focussen niet. Oh. Oh, oké. Okay. Dat is verkeerd. De manoeuvres heeft hij wel. Ja. Dat klopt wel zoals je nog doet. Ja, oké. Okay. Een beetje cheater met mijn camera's, Delphonisme. Fuck, waar ik dan moet. Nee, dat is iets anders, dat heeft niet met Delph te maken. Oké. Whisper. Twee hartjes. Whisper is away. Like a candle. Ik maak eigenlijk nog wat voor uit van die zon. En dan doet hij een beweging van het een of ander waarschijnlijk. Actie bedoel ik. Dat weet je wel, ja. Dus Klaas zegt, dus poep. Ja, en nu je het gedaan hebt, zal ik nog even zeggen, je had ook... Een nurse damage, je had gewoon kunnen blijven staan. Ja, ik weet maar dat je wel een shield gekost, inderdaad. Soentier, twee vlammen. En Soentier. Doe een boost. Even kijken hoor, als ik bel rol, komt dat leuk uit? Nee, niet echt. Ik focus. Zo. Boost de bel rol. Jij kan geloof ik niet schieten. In enkele richting. Met niemand. En mijn Riot kan wel mooi in jouw zijruit. Range 2. Range 2, ja. Target lock. En focus. Quick, he waits one. Oh, ik heb heel breach.
Dus krijg je één shield, één damage, en die damage is... Critical is direct hits. 3 hal schade, ik totaal nog 5 hal over. Nee, ja, dat was het. Ik vind het aardig op die heet dus dat. Ja. Doe het nou goed? Dit is de T65. Ja, zo, denk ik. Ja, doe maar. Vooruit. Wat kan. Ja? Ja. Deze gebruik ik voor een boost van 2. Ik heb wel het gevoel dat het wel een saaie lijstje is. Iedereen valt gewoon stil. Ja. Crickets. Dat is niet het geluid van cricket trouwens. Maar... Tambol. 3 hart. Je had niemand verwacht. Moest. Dat is natuurlijk al heel veel schade. Oh, nee. Ik wil herpositioneren. Zo noemen we dat. Ja. Target lock. Dat wordt gevoelig. Jij schiet eerder. Een boost heb ik niet. Ik moet toch wel hiervoor gaan. Klokken. On. On. Rostige Wookie. Dat is een Wookie die naar de wachtwoord gaat. Dus ik repareer. Okay. Nou, ik had het zo net R2 moeten doen. Opgeven. Maar goed, Paul is niet zo opgegevend. Zoet weer gaat 5 voor, hè? Ja. Best wel even. Yeah. Evade barrel, krijgt een focus door eerder zijn ability. Dus is een ability als je toch in de bullseye zit, krijgt een focus over dat. Ja. Als ik een barrel roll doe, dan ben je bang dat je hard komt.
Nee, je hebt dat niet, maar je hebt wel je ability. Ik zal eerst een IV doen, of niet? Nee, dat is... Oh ja, je kan dingen, twee dingen doen natuurlijk. Ja. Heel erg zo. Nee, je hebt wel een appel. Doe eerst een IV. Dan een dingetje. Dat geeft me wel stress. Niet zo bang. Zo, en wanneer gaat die focus? Engage, toch? Ja, oké. Nou, engagement begint, dus deze gaat erin. Mm-hmm. Jouw hand mag als eerst. Ik heb alleen een schot op Riot. Ja. 3 dagen. Crit. Mm-hmm. Eentje IVT en dan is de twee shields eraf. Tweede shield van Countess Ish. Dan is jouw zes. Oeh, hoor, dat gaat ineens hard. Even kijken. 1, 2, 3. En wat heeft Loek nog? Die heeft nog 3. Over. Handen 5, Loek 3. Ja, ik zat te kijken naar schade. Die schade niet. Ik probeer toch Loek weg te krijgen. Slechts 2, ik kan er niks meer van maken. Eentje is maar 1 schade. Dan krijgt eentje eraf. Luc, schiet een torpedo. Hoeveel dobbelsteen heb je? 4. 2 van mezelf, 2 van de dingers. Klopt. Target op. Twee crits. En een hit. Ik heb nog 2 op, dus ik moet wel wat gooien. Die 1 IV gaat ook nog. 1 crit. Dus 1 crit op de donder. 1 crit op Whisper. Before you engage, gain 1 ion token. Hoe heet die? Whisper. Dat is de disabled power regulator. Ik engage nu, dus ik krijg nu 1 ion. Ja. Yep. Ik leg even mijn dinges erbij. Zo, op 1 vooruit. Dan valt hij ook aan het loek. Eén hit maar. En hij heeft geen dinges. Nee, gewoon 1 hit. En je weet het. Dat was deze ronde. Niet een hele goede ronde voor mij. Ik had veel meer kunnen doen. Maar schade. Ja. Hoewel. Is er al. Oh, zie ik dat wel goed? De points die erop staan zijn de points die van jou gekild zijn, of niet? Nou, als je hier in beeld kijkt, ik heb 98 punten en Twan heeft 27 punten. Ik had dat niet, want hij heeft deze maar dood. Maar deze nog vol. Deze ook nog niet helemaal. Ah, zo op die fiets. Ja, nee, dat klopt. Ik zat zo raar naar te kijken. Nee, dat is gekild, maar Twan heeft 98 punten. En het is nog 5,5 minuten, jongens. Ik was 27. Ja, maar je hebt maar 1 schip of van hem op half en de rest is nog niet op half. Hoeveel minuten zijn er? 5 nu. De Thai Phantom die is gedinged. Yes. Deze. Nee, Thai Phantom maak ik wel goed bij de. Oké, ik leg dit gewoon voor. Die is waarschijnlijk dood. Als je wil winnen, moet je Whisper ervan afknallen en sowieso nog 1 schip op half zetten. Dan kun je hem. Ja, het is lopen mee. In principe, als jij Riot nog 1 shield eraf pinkt, dan heb je die ook al helft zitten. Slowplay, als jij wel weet wat slowplay is, dan moet je met iemand anders spelen. Ja, je begint iets met een J, of niet?
Ik ga geen namen noemen, maar ja, er is iemand die wel... Ja, ja. Goed. Ja. Zo, ja, dat. Okay. Ik vind ook dat van best vaak slopen. Die krok is. Oh wacht, nee, ik ben gedingst. Wil ik dat dan wel doen? Hmm. Mag ik dat dan wel doen? Dat is de vraag eigenlijk. Hij had het toch met je manoeuvre, dit is toch... Ja. Dit is toch... Niks mee. Nee, je bent nog... Je hebt je eigen beweging, maar dit is nog voor je beweging. Voor mij heeft het niks te maken. Je kunt gewoon, mag gewoon nog die klok. Ja. Alleen daarna mag je niet... Je moet even uit. Ja. Even uit. En je mag dan alleen de volksactie doen. Maar ik weet niet of dan die... Hoe gaat die klok, die klok, wat dat... Direct een evade of is dat een evade actie? Nee, je krijgt een token. Krijg dus ik die cloak, dan doe ik een. Dingetje. En dan krijg ik een ander dingetje. Zo. En nu pas beginnen we met gebeuren. Dus. Ja. Deze doet een 3K. Krijgt die evade, neemt de focus. Nou mag de look. Die is voor mij. Ik ga niet vooruit. Dat is de klok gegeven. En dan focus die dus. Van hier aan. Niet vooruit. Dus die doet dit. En dan zoomt hij 2-12. Zes is weg. Ik sta er wel een beetje vervelend voor. Ik ben weer Arthur gegeven. Ik moet bij de ene keer geholpen, ik mag zeg niks meer. Ja, ook al doe ik hem wel, ik kom er niet uit. Dus ik neem een IV en ik doe hem boost. Jan Hanschot heb ik geholpen, ik heb hem geholpen. Die hebben zoet er voor de rest. Doe maar even een nieuwe. Oké. Want die R2 D2 ben je al bijna vergeten. R2 unit. En twee, dan waren we crew car. R2 D2 crew. Nee, die ben je vergeten. Die heb ik nog geen zin in het gebruik. Ja, ik schiet op. Schiet. Is het een H2 zeker? Even maar één hal over. Ja, ik schiet daar nog wel. Okay. Trick shot, dus ik krijg een extra. Force. Ik heb 3 hits. Ik heb ook 3 results nodig. 2 plus 1 evade. Ik hoef die evade niet eens te gebruiken, want ik zit bij een dinges, dus dan krijg ik daar die evade van. Dus 3 evade. Wat zit jij bij? Cloud. Doe een cloud heen. Ik mag dat niet weten. Hij is Klaus. Goed, dan gaat mijn schijf. Ja, kom hier. Nee, ja. Yes. Twee hits. Kan weer uit de focus voor IV's voor deze. Dan is deze op die. Ja, Soenter wel geschoten. Maar Soenter die kan niet. Die kan helemaal niks. Oh nee, wacht. Ja, range 2 door een cloud is het 2.
Slechts 1, dus als je 2 focus gooit, maar ik was nog de force, dus niks aan de hand. En ik kan deze look op mijn aanval. Ja. Hij had geen force meer, had hij al gesplendeerd op de aanval. Hit crit. Ik had door de klap, hè? Ja, nee, maar ik bedoel, als je focus had gegooid, niks aan de hand. Dan was er een haakje wat dit van. Had je die toe? Ja. Niks aan de hand. Dus geen shield. Deze gaat weg en hij neemt wel een punt. Is eigenlijk altijd de laatste ronde. Oh. De helft lijkt me wel, maar ik kom net op 0. Lijkt me op de helft. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, hè? Wat? De Delft is niet gelukt. Nee, ik kom omdat als je gestopt bent, dan begint de volgende ronde al. Vanaf dat moment niet meer de Delft. Ja, maar het is nu 0. Oké. Misschien wel eerder, maar ik die klok. Ja. Ik zou natuurlijk gewoon geen resource kunnen nemen en gewoon weg kunnen rennen, wat ik doe nog niet. Onthoud geen takken. Zo. En dan is Riot die gaat beginnen. Ja. Die doet een 3 flauwen. Ja. Doe wat anders. Oké, dan Whisper in hart, denk ik, Bumpy Bump. Ik weet wel zeker. Dat kan niet, kan niet. Zo. Whisper is waarschijnlijk dood. Focus. Goed. En als het zoet hier gaat ze hard. Stress is weg. Ja, dat kan ze natuurlijk allemaal. Hij heeft jou in de bol zijn. Dus hij neemt gewoon een evade. En dan krijgt hij dus een gaming phase. Focus. Dan is jouw 6 als eerst. Wat doet hij? Moet die Whisper sowieso killen? Ja. Moet ik half nog wat raaien krijgen? Dan moet je 1 damage doen. Maar je mag niet doodgaan met het doen. Oké. Okay. Dat zijn je opties ongeveer. Ik ben eens 1 schot. Mm-hmm. Op Whisper? Ja. Force. Want ik kan hem met 2 verdedigen en ik heb hem 1 hal over, dus die is sowieso weg. Wat hij doet. Ja. Nu, Whisper in dood. Wat gaat jouw zoet hier doen? Nou, die gaat recht vooruit schieten. Dus 4 dice naar voren toe, kom op. Focust voor 4 resultaten, 3 hits in crit. Je hebt nog 2 hal over. Dus wat er ook gebeurt, die is weg. Oké, maar ik heb nog geen countershot, want Soeter is een 6. En dan kan ik nog met deze knakker op hem schieten. Niet te doen, Ross, range 2. Hit.
Reroll. Maar ik focus. Niet, ik kan niet dood. Dus dat is 2 hits. 1 schuld. En 1 hand. Dat is het geworden, heren. Paul heeft 137 punten. Paul, Twan heeft 54 punten gekild. Dat is een oortje. Het, ja. Stoppen.